Om het productiekredietfonds PKF te laten slagen, hebben parlementariërs aandacht gevraagd voor de randvoorwaarden van deze wet. Tijdens een openbare vergadering gistermiddag hebben parlementsleden aangegeven dat deze wet ervoor moet zorgen dat de productie gestimuleerd wordt. Daarnaast moet het er ook voor zorgen dat ondernemers hun concurrentiepositie en verdiencapaciteit kunnen vergroten. Rajinder Kumar Dibi van de VHP haalde aan dat de regering moet overgaan tot het aanleggen van industrieterreinen die voorzien zijn van alle nutsvoorzieningen. Om het de investeerders en starters makkelijk te maken om te ondernemen en ook om de initiële kosten bij het investeren aantrekkelijk te maken, althans tegemoet te komen. Bouwrepengrond kan voor de industrievestiging een doorslaggevende factor zijn. Voor de doelbewuste bevordering van de industrie vraagt op dit stuk gebied op dit gebied een onwelomlijnd beleid en een planning op lange termijn. Voorzitter, ik denk dat de behandeling van dit ontwerp over productiekrediet financieren hand in hand gaat met een goede infrastructuur om te kunnen ondernemen. In tegenstelling tot andere parlementariërs ziet Seven Sang van de NDP de noodzaak niet voor het opzetten van een nieuw fonds. Hij pleit voor een instantie om de ondernemers te begeleiden bij het traject om het krediet terug te betalen. Patricia Etnel van de NPS vroeg de regering naar een verslag van alle fondsen bij de NOB sinds 1963. En ik vraag dat er in de wet wordt opgenomen dat er een unit wordt opgezet om de kredietaanvragers te begeleiden en te monitoren gedurende de lening. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van dezelfde unit om de kredietaanvragers te begeleiden. En waarom stel ik dat? We willen wederom een fonds brengen bij de Nationale Ontwikkelingsbank. En we weten dat de Nationale Ontwikkelingsbank heeft in haar doel om ondernemerschapsklimaat in Suriname te bevorderen. We hebben gezien dat de bank een aantal fondsen heeft gehad vanaf de jaren 70 tot vandaag. En een van de fondsen waarover we heel veel hebben gesproken is het studiefinancieringsfonds. En we weten dat er heel veel problemen waren om geld vanuit de staat te krijgen om dit fonds te financieren. Maar we willen bijvoorbeeld weten wat er is gebeurd met het investeringsfonds dat we hebben gehad toen bij het NOB. En we hebben ook een ontwikkelingsfonds gehad voor kleinijverheid toendertijd bij het NOB. Wat is er allemaal gebeurd met die fondsen? Hoe is het allemaal gerealiseerd? Is de toegevoegde waarde van die fondsen gerealiseerd? Aziz Gayadin, fractieleider van de VHP, vroeg ook naar een verslag van alle andere fondsen. Gayadin wijst er ook op dat er diverse fondsen zijn geweest. Hij zegt dat het mogelijk moet zijn dat er een publicatieplicht wordt gesteld voor alle fondsen, zodat het duidelijk is waarvoor de gelden zijn ingezet en worden uitgegeven.